Ah, voilà. Hier ben ik weer. Zien jullie mij? Sorry. Ga niet meer aan het scherm komen, want ik weet niet wat er net aan de hand was. Maar ik had op het scherm getikt en ik had de indruk dat het licht was weggevallen. Hallo allemaal. Ben ik nog duidelijk? Is het licht ook beter nu? Goed, ik zie dat er een aantal, dat het aantal kijkers oploopt. Ik ga eens even naar het uur kijken. Caroline, wacht ik nog eventjes of gaan we beginnen? Hey Isabel. Sarina, guapa. Goed, ik denk dat we kunnen beginnen. Wat denken jullie ervan? Oh, nog eventjes wachten. Goed, Caroline. Hola, Cari. Nou ja, vandaag is het een beetje Spaans getint, hè? Kunnen we misschien wat Spaanse woorden leren, hè? Ik heb vandaag, deze morgen ben ik opgestaan, een beetje gesport. Ja, wat gaan we anders doen? Ik had niet echt heel veel plannen. Een beetje gaan fietsen. En uitgekeken naar nu, naar de live sessie voor 100%. Hey mama! Er zijn ook mannen die meekijken. Super. Goed. Cynthia of Caroline, gaan we beginnen? Als ik zenuwen heb, dan heb ik hier. Oh my god. Zo'n zenuwtrekje. Hey Noemi, alles goed met u? Oké, goed. Ik kreeg hier groen licht om te starten. Welkom op deze live sessie van 100%. Heel veel bedankt, Caroline, dat ik mag meedoen, dat ik mag deelnemen aan dit top-initiatief. Ik zal mezelf misschien eventjes voorstellen. Ik ben Sandy Garcia González, freelance en ik heb ook een flamenco dansschool. En vandaar ook dit thema natuurlijk, een Spanish-inspired look. Nu, wat houdt dat in? Een zuiders getinte look zijn vooral zwaar gemaquilleerde ogen. Vandaar dus gaan we op dit thema vandaag inzetten. Heeft misschien ook een beetje met mijn roots te maken en met de flamenco-dansmeisjes die allemaal volop mee aan het kijken zijn. Top dat jullie meedoen. Zoals dat jullie misschien al zien. Ben ik al of is mijn basis al gemaakt? Dat wil zeggen dat we vandaag de focus gaan leggen op de ogen. Jullie hebben al in vorige tutorials heel uitgebreid gezien hoe dat jullie je basis moeten aanleggen. Dus ik dacht van goed, laten we dat skippen en gaan we kijken hoe dat een Spaanse look eruit ziet. Ik zou zeggen, laten we starten. Goed, waar dat ik mee ga beginnen. Is de eye primer van 100%. Hier, voilà. Hier is die. En die ga ik beginnen met aan te brengen op de oogleden. Oké, voor mij is dat heel gek om in mijn scherm te kijken. Dus ik heb hier ook een spiegel naast mij gezet. Dat ik af en toe een beetje kan spieken wat dat ik doe. Voilà. Op de twee oogleden. En je gaat dadelijk ook zien dat dat netjes wegtrekt. Waarom dient die eye primer? Zodat we zelfs heel mooi ook onze oogschaduw kunnen aanzetten.
zonder daar strepen of lijntjes op te maken. Het is eigenlijk een hele goede basis voor een heel mooie Spaanse avondmake-up. Dus wat ik eigenlijk nog was vergeten te zeggen, we gaan dus niet voor een natuurlijke look. Dit is meer een full glam look voor als je 's avonds op stap wilt gaan. Vanavond op stap in de zetel, denk ik, hè? Met heel de coronatoestanden. Goed, we gaan dat eventjes goed aanduwen. Voilà, even hier piepen of dat het netjes. Zo. Hey Hilaria. Voilà. Het is ook trouwens de eerste keer dat ik live ga. Dus het zal wel lukken zeker. Goed, nadat we de eye primer hebben aangelegd, ga ik starten met een heel klein precisiepenseeltje. En we gaan werken met de twee kleurpaletten van 100%. Ik ga ze eventjes hier tonen. De kleuren die we gaan gebruiken, ik weet niet of jullie het goed zien, zijn deze kleuren, noir. En de kleur kanel ga ik gebruiken. En van het ander supermooi paletje, oei, daar gaat al iets de grond op. Het ander paletje hier, ik weet niet of jullie het goed zien. Hier, de kleur Primavera. Dus die kleuren gaan we dadelijk gebruiken. Dus waarmee ga ik starten? Ik gebruik een heel klein precisiepenseeltje en ik begin met zwart. Oké, dus als we zwart gaan gebruiken, probeer ik altijd laag per laag aan te leggen. Omdat natuurlijk je wil niet dat je dadelijk, dus eigenlijk is de bedoeling dat je netjes gaat opbouwen. Zwart is een tricky kleur, dus het kan dadelijk vlekjes geven. Dus we gaan eigenlijk, of wat alleszins is de manier waar dat ik het op aanbreng, is het heel geleidelijk aan te brengen. Dus ik start hier in de buitenste ooghoek en ik volg eigenlijk hier zo mijn oogbal. Dus eigenlijk waar dat uw pupil eindigt, of eigenlijk de oogbal eindigt, daar ga ik eigenlijk volgen. Dus ik begin hier in de buitenhoek, daar zet ik aan en ik volg hier dit lijntje. Dus in het begin ga je zien dat dat vrij harde strepen zijn, maar dan gaan we zelfs allemaal volledig wegblenden. Ik ga heel eventjes spieken langs deze kant, want hier staat mijn spiegeltje. Ik weet niet of dat jullie het goed zien. Dus hier. En we gaan eigenlijk volledig tot in de andere kant, tot in de andere ooghoek. En hier netjes aanzetten. Voilà. Voilà. Dus hier in de ooghoek en netjes uw arcadeboog volgen. Goed, we laten dat heel eventjes rusten en ik ga verder met mijn ander oog. Dus hier opnieuw in de ooghoek en ik ga mijn oogbol volgen. Opnieuw laag per laag aanbrengen, want ik wil niet dat ik zwarte vlekken ga creëren. Even weer spieken. Zo. Spijtig dat we straks niet echt kunnen gaan dansen, hè? Maar dat moment zal hopelijk niet te lang meer duren. Kunnen jullie goed zien? Dus op dit moment ziet het er zo uit. Voilà. Zo. Goed. Volgende stap is
om het zwart heel goed uit te blenden. Dus we gaan nu beginnen met de blendingborstel en ik ga draaien, 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 draaien tot eigenlijk het gewenste resultaat. Natuurlijk, als je dit voor de eerste keer doet, is het niet zo eenvoudig en zeker met een donkere kleur. Dus we gaan eigenlijk een smoky, goed aangezet oog creëren. Voilà. Ik ga eens heel even hier kijken of dat het goed uitgeblend is. Ja, sommigen die kunnen dat echt zo met één hand doen. Ik af en toe heb graag dat ik even aan mijn oog trek. Voilà. Ik ga nog een heel klein beetje bijwerken. Want het mag een iets zwaardere look zijn. Je kunt dat natuurlijk op verschillende manieren doen. Maar als ik voor de Spaanse look ga, dan is het toch deze manier dat ik het heel graag aanzet. Nog even blenden. Voilà. Goed, dan volgende. Volgende stap is, zoals ik al zei, gaan we terug naar het eerste paletje van 100%. En ik ga verder in de kleur kanel. En dan pak ik gewoon een oogpenseel. En nu ga ik net boven, dus waar dat we daarnet gestopt zijn, daarboven ga ik eigenlijk de volgende kleur aanbrengen. Dus dat was de kleur kanel. De bedoeling is natuurlijk om heel mooi die overgang te gaan creëren. Voilà. Ik ga nog een klein beetje bijnemen. En we gaan net boven waar we daarnet geëindigd zijn, breng ik de kleur kanel aan. Ook hier is het heel belangrijk, omdat we naar een smoky eye gaan, dat we heel goed de kleuren gaan blenden. Dat we geen lijnen krijgen. Dus ik pak opnieuw mijn blendingborstel. En ik ga blenden tot het gewenste resultaat. Ja, dat is een fluffy borstel die ervoor zorgt dat alle kleurtjes netjes in elkaar mengen. En je blijft blenden tot het gewenste resultaat. Zodat je eigenlijk heel mooie overgangen hebt van de ene naar de andere kleur. Probeer ook niet te veel je donkere kleuren naar onder te doen. Anders zakken je oogjes naar onder uit. Dus we willen eigenlijk een katachtig effect creëren. Dus dat we eigenlijk goed naar boven werken. Heel eventjes terug naar mijn grote spiegel hier kijken of dat het goed is. Voilà. Nu, als je zelf merkt van oei, ik ben te veel met mijn donkere kleur naar beneden gegaan. Je kan ook nog altijd met deze borstel, of dat, zo weet ik het toch altijd, daar hangt nog een beetje foundation op. Kan je eigenlijk hier een beetje foundation gebruiken. Zo. Goed. Ik ga heel even de ogen laten rusten. We gaan daar zelfs mee verder. Wat ik nu doe, is eigenlijk een beetje mijn wenkbrauwen op vorm zetten. Nu, op zich heb ik best wel volle wenkbrauwen.
Maar ik vind dat wel mooi om ze een klein beetje in te kleuren. Klein beetje, niet te veel. Dus met dit borsteltje van Saint Pierson van achter een heel handig kammetje om uw wenkbrauwen netjes. Voilà. Netjes terug te zetten. En dan gaan we eigenlijk de wenkbrauwen inkleuren. Nu op zich, wat ik doe, is eigenlijk gewoon de natuurlijke lijn. Ik ga even hier, ik weet niet of jullie het goed zien, maar ik ga hier de natuurlijke lijn van mijn wenkbrauw volgen. Als ik pak nu, stel dat je eigenlijk ik nu hier gedaan heb, iets te hard heb aangezet, kan je altijd met het borsteltje achteraan de lijntjes terug wegvegen. Nu op zich, bij mij is het gewoon heel lichtjes op de plekjes waar wat ik zeg van goed, daar mag het iets of wat ingekleurd worden. En dan volg ik eigenlijk de natuurlijke vorm van mijn wenkbrauw. Maar meer zelf doe ik daar niet meer aan, omdat ik dat zelf niet zo heel mooi vind. Oei, om heel zware wenkbrauwen, of alleszins om die wenkbrauwen heel zwaar in te zetten. Ook heel belangrijk als je zegt van ja, ik ben wel iemand die mijn wenkbrauwen goed aanzet, dat je eigenlijk goed de vormen volgt. Hè. Dus van de neus tot hier, neus tot in het midden, je gaat over je pupil, daar is het haakje naar beneden en van neus tot hier. Oké? Okay? Goed. Even naar de andere kant. Ik zie hier allemaal vragen. Eens kijken, misschien dat ik een aantal kan beantwoorden. Ik ben zo gefocust hier op mijn make-up, dat ik niet naar de vragen aan het kijken ben. Ja, blenden, blenden, blenden. Dat is de truc, hè. Voilà. Voor mij is dit voldoende. Oei, ik ga heel even zien dat ik die tekst naar beneden krijg. Nu zie ik mezelf niet meer. Zo. Even terug. Voilà. Dus de wenkbrauwtjes zijn gedaan. Dan gaan we, niet vergeten, eventjes naar de onderkant van de ogen. Je kan werken met een zwarte potlood van Saint Pierson. Nu, zelf vind ik dat voor mij iets te hard. Ik zie dat bij mezelf persoonlijk niet heel graag, maar het zou wel passen bij deze look, thema van vanavond, de Spanish Inspired look. Dus het kan wel, hè? Dus dan kan je eventueel de binnenkant, dus de waterlijn, aanzetten met een zwarte potlood. Maar dit is iets wat ik normaal gezien niet doe, omdat ik het voor mezelf iets te hard vind. En dan ga ik terug met een heel klein precisiepenseeltje, ga ik eigenlijk met oogschaduw mijn lijn verder vervolledigen. En ik gebruik hier van het eerste palet de kleur Boucher. Voilà. En ik probeer dan ook even ook mijn oog iets verder open te trekken, zodat ik het lijntje goed kan aanzetten. En ik stop eigenlijk bijna aan het waterkanaaltje. Dus niet volledig door naar binnen toe. Dus opnieuw, hier, van buiten naar binnen, maar ik ga nooit volledig tot in de hoek. En ik laat het goed aansluiten met de ooghoeken. Voilà. Dan, waar waren we gebleven? Het oog is nog niet afgewerkt. Ik had gezegd dat ik nog een kleur ging gebruiken van het tweede palet. Echt super, super mooi. De kleur Primavera, dat is de kleur die ik ga gebruiken. Jullie hebben in het begin gezien dat ik eigenlijk het stuk bol van mijn oog, dat ik die heb overgeslaan. De bedoeling is om dat met een lichte kleur op te vullen, waardoor dat je ogen eigenlijk gaan oppoppen. Dus ik gebruik hier opnieuw de gewone eye pencil, de eye brush van Saint Pierson.
En ik ga dat met een deppende beweging aanbrengen. Goed in de ooghoek. En ik ga op mijn oogbol en ik stop halverwege. Ja, niet volledig naar binnen, maar dat zorgt ervoor door een lichtcreatie dat je ogen groter lijken. Dus opnieuw. De ooghoek op mijn oogbol in het midden. Ik weet niet of dat jullie nu al goed het resultaat zien. Dank u, Isabel. Dus goed, niet de ooghoekjes vergeten. Dep, dep, dep. Voilà. Voor alle duidelijkheid, dit is ook het borsteltje dat ik daarnet gebruikt heb. Maar ik gebruik eigenlijk nu de achterkant, zodat het niet met het zwart gemengd wordt. Want dat is eigenlijk ook wel de kleur die ik, dat ik dan met kanel ook heb gezeten. En dat ik hier nu toevallig maar één borsteltje heb liggen. Dus ik gebruik dat aan de goed. Ook hier weer, de truc is heel goed blenden tot het gewenste resultaat. Ik ga even hier kijken in mijn andere spiegel, omdat ik het hier iets beter zie. Nu gaan we een beetje, of alleszins, beetje spelen met de kleuren. Ik ga terug even naar het zwart en ik ga het iets harder terug aanzetten, zodat ik die overgangen terug beter heb. Dan gaan we ook even terug aan de andere kant doen. Voilà. Spijtig dat het er zelfs er terug vanaf moet. Goed. Ik ga iets dichterbij komen. Zien jullie het goed? Voilà. Dan, volgende stap. Met deze look uiteraard. Een eyeliner. De eyeliner van Saint Pierson. Ik ga proberen om die jullie, of alleszins te tonen, hoe dat ik de eyeliner aanbreng. Ik ga een klein beetje dichterbij zitten. En ik hoop dat jullie goed kunnen meevolgen. Dus wat dat ik doe, is met een goede vaste hand. Het is heel belangrijk dat je een goede vaste hand hebt. Laat die niet in de lucht rondslingeren. Maar wat dat ik doe, is altijd mijn oog een beetje naar buiten trekken. En ik begin, en ik ga eigenlijk met het penseeltje heel kort langs mijn wimperrand af. Ik ga niet meteen met een dikke lijn beginnen. Dat is ook niet de bedoeling. Dus ik probeer zo dun mogelijk aan te zetten. En ik ga eigenlijk een korte streepjesbeweging langs mijn wimperrand de lijn aanzetten. En dat ga ik eigenlijk doen totdat ik eigenlijk aan de buitenste ooghoek ben gekomen. Nu, zelf ben ik geen fan van grote wings. Dus voor mezelf, ik maak wel een wing, maar ik ga niet zorgen dat die, ik weet niet hoe fel, naar buiten toe loopt. Probeer ook altijd met je wing, dat de wing naar boven toe wijst of iets rechter, maar nooit naar beneden, want dan haalt je ooghoeken naar beneden of alleszins je ogen naar beneden. Dus ik ga heel eventjes hier verder. Oké, van het moment dat ik hier aan de buitenste ooghoek ben gekomen, ga ik de onderste lijn van mijn oog volgen om de wing te maken. Dus ik ga eigenlijk deze iets naar boven trekken. En dan ga ik het driehoekje verbinden. Voilà, ik weet niet of dat jullie het zien. Zo. Ik ga hem nog eventjes iets beter afwerken. Zo. Voilà. En dan, de kunst is natuurlijk om de andere kant daarop te doen lijken. Dus het is heel belangrijk dat we links en rechts gelijkaardige wings gaan zetten. Dus opnieuw, ik trek mijn oog naar achter. Ik
pak altijd mijn eyeliner op deze manier vast. Ik weet niet waarom dat ik dat doe, maar alleszins zo zorgt ervoor dat ik een iets vastere hand heb. Opnieuw heel kort langs de wimperrand. Ah ja, misschien ook wel belangrijk, ik ga nooit tot aan de binnenkant van mijn ooghoek. Nooit. Ik weet niet, sommigen doen dat wel, sommigen doen dat niet. Voor mijzelf, ik zie dat liever als dat niet volledig tot binnen is. Goed. Voilà. Dus ik ga korte streepjes en ik bouw langzaam op tot aan mijn hoek. Goed. Eén keer aan de hoek volg ik de onderkant van mijn oog en ik trek een streep naar boven. En ik vul de lijn in. Het driehoekje in. Nu, we zitten toch in coronatoestand. Ik denk dat de meesten iets meer tijd hebben. Dus is het wel handig als je zegt van ik heb nooit een eyeliner gezet. Dat je daar de tijd eens voor neemt om eens te oefenen. Voilà. We gaan eens heel even kijken of dat links gelijk is aan rechts. Ik weet niet of jullie het goed zien. Even zo. Voilà. Voilà, dat was de eyeliner. Dan, een heel leuk product ook van Saint Pursan, is de Lash Primer. We gaan verder met de mascara. En de lash primer, wat doet de lash primer? Die zorgt er eigenlijk voor, of als dat eigenlijk is een heel fijne basis voor je wimpers, zodat ze netjes gescheiden zijn en geeft ook iets meer volume. Zeker als het een avondje uit is, is dat wel leuk. Stel dat je zegt, ja, ik zou voor deze look, of ik ga niet graag voor valse wimpers, dan raad ik zeker aan om de lash primer te gebruiken, wat dat eigenlijk je wimpers iets voller aanzetten. Ook hier weer met een zigzagbeweging. Ik ga ook altijd eventjes mijn oog wat opheffen, zodat ik goed aan de onderste wimpertjes geraak. Aan de wimperrand geraak. Die is wit van kleur, maar oké, goed, dat verdwijnt wel als we zelfs de mascara aanzetten. Dat iedereen trouwens vandaag een heel fijne dag gehad heeft. Het was super mooi weer. Lekker genoten van het eerste zonnetje. Voilà. De onderste wimperrand. Dat zet ik ook met een tikkeltje aan. En dan mijn favoriete mascara. Ik heb hem gisteren gehaald. Het leuke aan die mascara is dat hij niet klontert. Ik weet niet wat jullie ervan vinden of dat jullie hem al geprobeerd hebben. Maar dat vind ik dus echt geweldig. De meeste mascara's, als ze nieuw zijn, dan kleven die aaneen. Maar dat is absoluut niet het geval met de volumineux. Dus dat vind ik echt wel super. Dat je hem dadelijk van de eerste keer goed kan aanbrengen. Dus opnieuw, ik zet de mascara eerst met een zigzagbeweging. Oula. Een beetje gesmodderd. Hier heb ik een wattenstaafje gelukkig voorzien. En dan gaan we dat met het wattenstaafje wegnemen. Zo, sorry. Andere kant even. Goed, in een zigzagbeweging en beginnen van de onderste rand naar boven. Want als je begint of halverwege begint, de mascara is zwaar en dat laat uw wimpertjes zakken. Dus goed aanzetten aan de wortel en naar boven toe. Even ook de onderste wimperrand aanzetten. Ik weet dat sommigen dat niet doen. Ik doe dat wel, ik vind dat veel mooier. Maar ik tik ze gewoon eventjes aan. Niet te fel, maar gewoon even aanzetten, omdat ik dat toch vind dat het blik een beetje verruimt. Hè?
Voilà, dat was de mascara. Op zich kan je hier al mee weggaan. Maar met zo'n look, en zeker als we gaan naar zuiderse temperaturen, vind ik toch wel dat, dat daar valse wimpertjes bij horen. Dus voor mij is deze look compleet als er ook valse wimpertjes aangebracht worden. Maar nogmaals, diegenen die zeggen van ik zie dat niet zitten, voor mij is dit oké, kan je eigenlijk perfect met deze, of hier eindigen met deze mascara. Goed, ik ga het wagen om de valse wimpers live aan te brengen. Normaal lukt dat mij wel goed, maar ja, het is toch altijd wel... Dus ik pak een beetje lijm, wimper, voor de valse wimpertjes. En ik heb hier een bakje liggen waar dat ik het druppeltje op gelegd heb. En ik heb hier mijn valse wimpers al liggen. Nu op zich, dat zijn wimpers die ik nog had liggen en die zijn eigenlijk al op maat geknipt. Dat wil zeggen, stel dat dit volledig nieuwe wimpertjes zijn. Meestal omdat ik niet zo heel groot of alleszins die wimpers vrij groot zijn, is de bedoeling dat je eerst de wimper test op je eigen oog. En als ze te groot zijn, hè, dan knip je eigenlijk een stukje van de buitenste rand ervan af. Totdat ze eigenlijk passen. Niks is, het is eigenlijk niet mooi als je wimper te groot is of dat daar een stukje tussenuit komt. Dus eigenlijk liever een beetje te klein dan een beetje te groot. Goed, ik pak een oorstokje. En dan ga ik eigenlijk over de volledige wimper ga ik de lijm aanbrengen. Goed de hoekjes, want dat is wel belangrijk dat dat goed stevig vast blijft hangen. Zeker als we met een Spaanse look uit gaan dansen. Hè? Voilà. En ik breng ze meteen aan op de twee. We laten dat een beetje intrekken. Dan wordt die lijm iets kleviger. Iets meer klevig, sorry. Voilà. Goed. Dan een beetje afhankelijk van hoe dat de wimper valt. Ik heb hier ook een pincet bij. Pak ik de wimper in het midden. En nu ga ik even wat dichterbij. En dan ga ik eigenlijk de wimper op mijn wimperrand zetten. De bedoeling is natuurlijk dat je de wimper zo... Je natuurlijke wimper en de wimper zo dicht mogelijk tegeneen zet. Dus ik zet eigenlijk de wimpers erop. Voilà. Dat is toch al heel anders, hè? Ik ga heel even me hier langs deze kant concentreren. Goed aandrukken. En ook dat de hoekjes goed vastzitten. Voilà. Dat is toch al een heel andere blik, hè? Vind ik toch zelf. Even goed dat ze er niet vanaf vallen. En wat ik dan meestal doe, is even zo spitsen. Dat die wimpertjes goed samen hangen. Dat je dat verschil niet ziet, hè? Ja, inderdaad, Stefania. Dus helaas, ik weet niet of dat wij hebben op... Normaal gezien op 13 juli altijd een jaarlijkse voorstelling met de flamenco-meisjes. Ik weet niet of dat ze gaan doorgaan, maar inderdaad, het is eigenlijk de look ook die we op het podium gebruiken, hè. Zalig, zo valse wimpers. Helaas heb ik ze niet op die manier, hè. Goed, dan gaan we even verder naar... De andere kant, ik ga nog een heel klein beetje lijm bij doen. Wat papperen. Hey Cathy. Zo, goed. Tweede oog. Ja, je kan dat ook gewoon
Wacht, ik ga toch mijn pincet nemen. Ik ga hier zo. Dan gaat het misschien iets vlotter gaan. Voilà. Op de wimperrand. Kijken als ze blijft plakken. Ja, voilà. En goed aanduwen. Zo. Dat vind ik echt al een gigantisch verschil. Oh, ik heb zo zin om op stap te gaan. Welke wimpers gebruik je? Deze zijn van Eskido. Hier, dit doosje. Die hebben een iets dikkere rand. Dat vind ik wel fijn, omdat die... Ja, dan kan je goed de lijm opzetten. En ze gaan ook super lang mee. Dit is de... Even kijken. Voila Lash noemen ze. Dus ik heb misschien... Je hebt daar verschillende soorten in. Ik heb nu de iets volumineuzere gekozen. Omdat we hier toch wel voor de Spaanse look gaan. Als je in Zuid-Spanje gaat kijken, meisjes zijn allemaal vrij zwaar aan de ogen gemaquilleerd. Dus vandaar dat ik gekozen heb om een iets dramatischer wimperlook. Voilà. Goed. Eventueel, wat je ook kan doen. Nu op zich is mijn eyeliner goed aangezet. Voor degenen die zeggen van ja, kijk op zich, of ik ben een beetje uitgeschoten. Wat je ook kan doen, is dat je eyeliner nu op dit moment... Dat je er nog eens heel eventjes over gaat. Dat kan, hè. Dat je netjes over die rand nog wat eyeliner bijzet. Dat kan je perfect doen. Voilà. Zo. Je mocht allemaal mee op stap gaan. Als de tijd komt, hè. Eens even kijken. Dan. De final touch. De... lippen. Nu, ik heb heel lang getwijfeld. Ik heb daarover nagedacht. Oké, goed. Spaanse look. Je kan eigenlijk voor twee tinten gaan, denk ik, met deze look. Ofwel ga je naar een nude lippenstift. Maar je kan ook gaan voor een mooie knalrode lippenstift. Nu, ik zelf zie bij mezelf liever nude. Zeker als de ogen heel zwaar gemaquilleerd zijn, dan hou ik de lippen liever iets neutraler. Dus ik heb vanavond gekozen voor Le Nude Parfait. Maar als je de look wilt proberen en je zegt, ik test het liever uit met een rode lippenstift, uiteraard vrij om te kiezen. Ik gebruik vandaag geen lip liner, omdat eigenlijk op zich de nude kleur heel mooi dekt. Wil je wel een lip liner gebruiken? Misschien een tip voor de mensen. Ik heb op zich vrij volle lippen, dus voor mij is het niet nodig dat ik ga overlijnen. Maar als je dat wel wil doen en je wilt optisch een grotere mond of grotere lippen laten zien, overlijn dan je lippen aan de bovenkant in het midden en aan de onderkant in het midden. En vul dan in met de lippenstift. Trouwens, een heel mooie kleur. Vind ik zelf. Voilà. De look is compleet. Bij deze. Voilà. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ik zal misschien een klein beetje dichterbij komen. Zien jullie het goed? Voilà. Willen jullie de look volledig compleet maken? Eén tip. Spaanse dames dragen altijd hun haar heel strak naar achter. Dus zeg je, ik wil er volledig voor gaan. Zorg voor een zijlijn. En zorg ervoor dat je eigenlijk met een lage staart op deze manier. Voilà, dan kan je zo meteen naar Sevilla vertrekken. Hè? Eventueel nog een bloem in je haar. Of je kan je haar loslaten. En hier met een speld opsteken. En we zijn klaar om de avond in te zetten. In mijn zetel. Als er nog vragen zijn.
Trouwens, ik zit hier in mijn slaapkamer en ik heb mijn kleren achter deze wand weggemoffeld. Ik zou zeggen, test het allemaal uit. We hebben vandaag meer dan tijd genoeg. En als jullie de looks, of alleszins als jullie deze look proberen, het zou fijn zijn als je ook eens het resultaat zou posten op de Facebookpagina van 100%. Ik zie hier nog een aantal vraagjes. Welke kleur blush heb je gebruikt? Ah, ik dacht wel dat die vraag ging komen. Ik heb van 100% de kleur bronze gebruikt. Ja? Dat is misschien wel een heel goede vraag om nog even op te antwoorden. Als je gaat voor een Spaanse look, is het belangrijk natuurlijk ook dat je mooi, of alleszins dat je... dat je je mooi shaped en met bronzige kleuren te werk gaat. Dus vandaar dat ik de kleur brons gebruik. Dus probeer dat echt hier op de wangen aan te brengen. Heel mooie kleur trouwens, die eigenlijk ook iedereen staat. De dames van de flamenco die aan het meekijken zijn, hè? Voor de volgende show, hopelijk. Zijn er nog vragen? Ik hoop dat jullie dit een hele leuke tutorial vinden of vonden. Ik heb mijn best gedaan. Ik had best wel wat zenuwen, want het was de eerste keer live. Maar na van hand begon ik wel wat los te komen, dus ça va nog, hè? Ik zou zeggen, als er geen vraagjes meer zijn, dan wens ik iedereen een heel fijne avond. Keep it safe allemaal. Verzorg jullie goed. En ik vind het echt top, het initiatief van Caroline om iedere avond een live tutorial te voorzien. Dus morgen, stay tuned, want er komen het er nog aan. Dank u wel voor het volgen. Dag!